Beste mensen, die elektriciteitsfactuur en die gasfactuur, dat is eigenlijk geen elektriciteitsfactuur of gasfactuur. Dat is gewoon een tweede en een derde verdoken belastingbrief. Maar wat zien we? Als je een elektriciteitsfactuur krijgt, slechts 36% van het bedrag dat daarop staat, gaat wel degelijk naar elektriciteit. Als je een gasfactuur krijgt, slechts 61% van dat bedrag gaat naar het betalen van de gasprijs. Dat gaat dus om een extra belastingbrief. En als je ziet dat de federale regering dan noodgedwongen en terecht een sociaal tarief moet toepassen, maar dat wordt toegepast op 1 miljoen Belgische gezinnen, ja, dan is dat geen sociaal tarief meer, dan is dat een miskleun geworden. En daar kunnen we iets aan doen. Door alles dat boven die 36% en boven die 61% valt, door al die taksen, die heffingen, die ingewikkelde facturen die gewoon naar het politieke bestel gaan, door die al in de eerste plaats uit die elektriciteit- en gasfactuur daaruit te heffen. Dan als tweede maatregel moeten we hoognodig de BTW op elektriciteit verlagen naar 6%. Momenteel staat die op 21%, maar dat kan niet. Want uw huis verwarmen, koken, wassen, dat is geen luxe product. Dat is een basisbehoefte en daarop mag de BTW geen 21% zijn, maar moet die 6% zijn. En als laatste belangrijke maatregelen moeten we de winsten die op kernenergie worden geboekt, en die zijn groot, want kernenergie is bij uitstek de meest betrouwbare, meest betaalbare en meest propere energiebron, moeten we die winsten gebruiken om de energiefactuur te verlagen. Daaraan gekoppeld is natuurlijk het feit dat je best zo lang mogelijk die jongste kerncentrales gaat openhouden om zoveel mogelijk winsten daarvan te kunnen afromen en daarmee de energiefactuur betaalbaar te houden voor iedereen. Daarmee ook een deel van die energietransitie, die peperduur, is te betalen. Het is dus inderdaad, zoals collega erover ook zegt, hallucinant dat deze regering beslist heeft om volledig af te stappen van kernenergie. De enige vorm van energie die ons winst oplevert, niet alleen economisch, maar ook ecologisch.